Hallo en welkom bij mijn Toco Tour 2.0. Ik ga even mijn huisje laten zien in Chennai en ja, aan deze kant op. Dit is mijn kamer, super chic, super mooi. Dit is een handdoek, een kussen, een tas. Nee Marco, ik zal je niet lastigvallen met alles te noemen wat ik zie. Ik zal gewoon alles filmen en een mooie culturele beschrijving geven. Wat kamertje. Chennai is een mooie stad, die ligt in het oosten van India. En daar blijven Leslie en ik voor 3 maanden voor onze afstudeerstage. Oh. En we zitten hier in een prachtig guesthouse. Dat was mijn kamer. Hier een gezamenlijk huiskamertje. Ook super mooi, bankje. Kunnen we lekker chillen. Zo, laptopje. Hier een kamertje van Leslie, die zich waarschijnlijk heeft verstopt. Nee, het is niet verstopt. Hallo Leslie. Moet jij jezelf niet even filmen? Heb ik al gedaan, in de spiegel. Dus dat is gefixt. Zo, Leslie heeft precies even. De kamer. Oh, Michael is er ook bij. Hallo Michael. Hij is daar. Ja, hallo Michael. Zo, dan gaan we hier. Hebben we nog een badkamer. Ook super chic. Precies hetzelfde. Ja, dat is zeker waar. Oh, sorry. Ik ga even door. En dan hebben we hier de voordeur, die niet op slot kan. Dank u vriendelijk. Kijk, nice. Je moet. Even hier zo'n gangetje zo. Dit is dan een beetje naar buiten toe, die kant op. Oh, ik heb alleen geen schoenen aan, dus ik ga niet heel ver naar buiten toe. Links is niks en rechts is de straat. Dus ik ga er even heen lopen. Dit is de guestkeeper en de security guard. Hallo. I'm making a small movie for the home front so they can see where I'm staying. Dit is de straat, je ziet er niet zo heel van, want het is nou donker. Maar dat fixen we morgen wel. Het is al nou iets te donker om te zien. Maar het is een mooi straatje. Het voorkantje van het kwad. En dan hebben we ook nog een gezamenlijke huiskamer. Een soort van lift. Ja, living the good life. Kijk dit dan, joh. Bam, fauteuiljes. Bankje erbij. Krantje. Indian Times, denk ik. Times of India, ook goed. Kunst, giraffen. Leslie vond ze mooi, ik vind er niks aan. Koelkastje. Hoppa. Nou, niks meer aan doen toch? En zo hebben ze ook nog een huiskamertje boven. Maar ja, dat komt omdat er ook dus nog allemaal andere mensen hier verblijven. En dat is een beetje de toko waar wij verblijven. Ik ga morgen even een filmpje maken van de rit hierheen. Dat is helemaal super mooi. Maar dat zul je de volgende keer wel zien. Nou, hey, groetjes thuis. Ajus.